verkeersongeval verandert niet alleen het leven van het slachtoffer zelf, maar ook voor familie en vrienden zijn er vaak ingrijpende gevolgen. En voor alle betrokkenen is er Rondpunt, een VZW die zich inzet voor verkeersslachtoffers en hun omgeving. Rondpunt ijvert voor een betere opvang voor iedereen die betrokken is bij een verkeersongeval, zowel professionele als niet-professionele, kinderen, jongeren en volwassenen. Rondpunt wil met zijn activiteiten iedereen bewust maken van de verregaande gevolgen die een zwaar verkeersongeval hebben op iemands mensenleven. En we doen dat door allerlei acties en producten te ontwikkelen. Concreet hebben wij een gids gemaakt die aan verkeersslachtoffers gegeven wordt. We hebben een website met informatie. Wij gaan mensen samenbrengen om samenwerking te verbeteren. Wij trekken Vlaanderen in om vorming te geven. En we hebben ook een aantal materialen ontwikkeld, bijvoorbeeld voor leerkrachten, om aan de slag te gaan met een klas die geconfronteerd is met een zwaar verkeersongeval. Slachtoffers of nabestaanden of omgeving van slachtoffers kunnen ons bellen, kunnen ons mailen. En wij hebben naar jonge verkeersslachtoffers ook een aanbod van trajectbegeleiding. Trajectbegeleiding, dat is eigenlijk iemand die ter plaatse gaat bij gezinnen, bij jonge verkeersslachtoffers. En daar luistert naar wat de noden zijn en helpt een antwoord te geven op een aantal vragen. Hulp gaat zoeken, een aantal hulpverleners gaat samenbrengen of afstemmen op elkaar. Kortom, iemand die een aanspreekpunt is, die altijd en overal te bereiken is in nood. Uiteraard hebben ze ook aandacht voor de omgeving, zijn de ouders, familie, broers en zussen, maar ook klasgenoten en zelfs de vrienden. En in dat verband hebben wij zelfs een campagne opgericht, Breekbaar. En dat is een campagne die zich specifiek richt naar vrienden van jonge verkeersslachtoffers en hen eigenlijk uitdaagt om een activiteit in elkaar te steken voor hun gewonde vriend of vriendin. En al die activiteiten proberen we te verzamelen op een website, op www.breekbaar.be, om zo andere vriendengroepen te inspireren om ook een activiteit op te zetten. En eigenlijk doen we dat omdat we horen dat het wegvallen van vrienden een veelgehoorde klacht is. Ik ben bij Rondpunt beginnen werken omdat ik zelf een zwaar verkeersongeval heb gehad en dat ik toch nuttig werk wil verrichten. Ik ben aan de Konarrepijp overreden geweest door een auto als voetganger en ja, daarna kun je niets meer doen en moet richting coma. En de grootste moeilijkheid waren eerst een jaar revalideren, maar dan kom je terug terecht in de gewone wereld en dan begint je miserie. Mijn ouders hebben thuis zo'n pak papieren en om dat allemaal in goede baan te leiden, dat lag je alleen al, dat is heel veel voor nodig. En daarvoor heb ik gebeld, het contact begon met Rondpunt en zo doen. Geef een nieuw leven aan mensen na een verkeersongeval. Dat is wel het duurste dat er bestaat, vind ik. Rondpunt is een echte bondgenoot voor mensen na een verkeersongeval. Rondpunt heeft ook een netto-pagina. En daar kan je altijd terecht voor vragen. En daar ontmoet je mensen die hetzelfde hebben meegemaakt als jij. Infrabel lanceerde onlangs een campagne om het publiek bewust te maken van de gevaren aan spooroverwegen. Wel, de tol van de ongevallen aan overwegen op het Belgische spoorwegnet blijft elk jaar heel hoog. In 2010 hebben we 49 ongevallen vastgesteld en helaas 9 dodelijke slachtoffers. De belangrijkste oorzaak van de ongevallen is het niet respecteren van de signalisatie en de regels, maar is duidelijk een sociaal-maatschappelijk probleem. Daarom heeft Infrabel voor zijn nieuwe veiligheidscampagne een beroep gedaan op de studenten uit het hoger kunstonderwijs. Het doel was het ontwerpen van een creatieve affiche om het grote publiek te sensibiliseren en te duiden op het potentiële gevaar aan overwegen. De 3 winnende laureaten van de affiches, wel, die werden geselecteerd en hun ontwerp werd opgehangen in de stations en aan de belangrijkste overwegen. Niet alleen op de openbare weg dien je voorzichtig te zijn, ook spooroverwegen zijn gevaarlijk terrein. En als je trouwens meer wil weten over Rondpunt, surf dan naar www.rondpunt.be. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week.